Hallo, vandaag hebben we het over de Vittoria Corsa Pro Control. Dat is de nieuwe band van Vittoria en dat is de versie die eerder geschikt is voor kasseien, slechte wegen. Perfect dus voor ons Vlaams wegennet. De nieuwe Corsa Pro's hebben nog altijd een katoenen karkas van 320 TPI. Maar terwijl vroeger het loopvlak erop gelijmd was, is het nu gevulkaniseerd. Dat maakt hem veel beter geschikt voor tubeless gebruik en dat merk je ook bij de eerste installatie. Dat gaat echt heel vlot. Hij blijft ook net iets langer tubeless dan vroeger, maar je moet nog altijd geregeld toch bijpompen en ook iets meer vloeistof gebruiken. Deze nieuwe control is zo'n 19% lekbestendiger dan de vorige. Hij is beschikbaar in maten van 26 tot 34 mm, alleen maar tubeless ready. Uiteraard ook met een gewone binnenband te gebruiken. En hij is hoekless compatibel. Deze uitvoering van 28 mm weegt 310 gram, zowel volgens de fabrikant als volgens onze professionele keukenweegschaal. Het verschil met de gewone Corsa Pro is dat deze control een breder en dikker loopvlak heeft en dus iets langer meegaat. Ook met een iets andere rubber samenstelling en met een ander profiel hier aan de zijkanten. Waardoor je normaal gezien meer grip zou moeten krijgen, volgens Vittoria toch. En we moeten toegeven, de grip was inderdaad echt wel heel goed. Zeker ook bij nat wegdek. Want we hebben het kunnen testen, bijvoorbeeld onze eerste lange rit was de Ronde van Vlaanderen, die van 240 kilometer. Hele dag regen, geen enkele lekke band en ook geen enkel slipgevaar. Ondanks die grip is het toch echt een snelle band en dat lijkt je goed te horen, want dit is zo'n band, onder meer dankzij dat katoenen karkas, die echt dat tubegevoel en dat geluid van een ouderwetse tube nog bezit. Dat maakt het toch wel iets specialer. De nieuwe Vittoria's vallen niet breder uit, of toch niet veel breder dan er op de zijkant hier geschreven staat, met name 28 mm. Dat komt door de nieuwe maatvoering, die is aangepast aan de bredere velgen. En toch is het een heel comfortabele band. Om samen te vatten, deze nieuwe Vittoria Corsa Pro Control is een heel mooie band dankzij deze tenwalls. Die trouwens relatief vlot proper te houden zijn. Hij is blijkbaar effectief lekbestendig, zoals we hebben kunnen merken tijdens onze lange ritten. En hij is gemakkelijker tubeless te zetten dan de eerste generatie van deze band. En dan de minpuntjes. Dat is ten eerste de prijs van €94,95. Je vindt ze soms goedkoper natuurlijk. En het feit dat je net iets meer vloeistof nodig hebt om hem op druk te houden.